Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. Het is vandaag 15 augustus. Dat moet toch voor jullie een hele bijzondere dag zijn? Ja. Want de laatste dag van Obbes, zoals het hier nu achter jullie staat. Ja, klopt. Is dit het definitieve einde van Obbes? Nee. Het is eigenlijk een nieuw begin. Het is het einde van het oude Obbes. En we gaan verbouwen, zoals de meesten al weten. Ja. En behalve de gevel, die blijft bestaan, wordt gerestaureerd, komt een geheel nieuw Obbes. Ja, en dat hele nieuwe Obbes, dat is toch wel, daar moet je duidelijkheid over verschaffen. Want er gaan heel veel verhalen doen de ronde, zeg maar, in Nijkerk. Wat er met de Obbes gaat en met het pand. Nou, heb je verteld, de gevel blijft staan. Daarachter wordt het allemaal nieuw. Wat gaat er gebeuren? Nou, de Obbes zoals hij nou is, wordt opgesplitst in tweeën. Er komt dus een Ierse pub voor de ouderen. En er komt dus de Obbes weer terug voor de jeugd. Oké, en dat is links en rechts? Links, als je het woord staat, is links is dan de Ierse pub. Ja. En rechts, de oude ingang, dat blijft gewoon Obbes. Oké. En daarachter? Daarachter, daar komt een hele grote zaal. En die gaan we dus gebruiken voor toiletten, bergingen. En voor eventuele restaurant, voor themafeesten, voor buffetrestaurant een week lang. Voor een bepaald bedrag eten met de crazy piano's en dat soort dingen. Ja, ja. Dus het wordt wel een andere openstand dan het toen is? Een andere openstand als dat was. Ja, ja. Maar het blijft wel een hoek voor de jeugd. Want waarom willen jullie die verandering? Nou, de eigenaar die gaat het pand verbouwen. Ja. En die gaat uitbreiden en appartementen erboven. Boven komen appartementen? Boven komen 4 appartementen. Maar het blijft van 1 laag, dus de voorkant blijft hetzelfde, het dak blijft ook hetzelfde? De voorkant blijft hetzelfde, ja. Dan komen er 3 op de eerste laag en bovenin helemaal, op een hele breed, komt 1 appartement. Oké, en aan de achter komt er verder op de eerste verdieping niks? Dan komt het gedeelte voor de appartementen, dan krijg je niks. En dan krijg je net als bij de HEMA, de achterkant komt een kantoor. Wat is de bedoeling, wanneer gaan jullie weer open? De bedoeling is dat we tussen de 6 en 9 maanden open gaan. Het liefst zijn wij dus een maand al open met de Ierse pub. Dat komt als eerste open. Kort daarna gaat Obbes al open, dus dat het toch ook wat voor de jeugd weer is. En de zaal daarachter, dat komt daarna. Dat is voor ons niet belangrijk. Nee, dat is niet het belangrijkste. Nee. De voorkant is belangrijk. De voorkant is voor ons het belangrijkste. Kijk je ernaar uit? Ja, heel erg. Ja? Ja. Maar wat gaan jullie in dat half jaar doen? Jullie bouwen niet zelf? We kregen het pand Casco, dus we mogen er zelf mogen het volbouwen en de inbouwen. Heel veel werk. En we hebben ook heel veel oude materialen, maar die moeten wel allemaal kaal gemaakt worden, geschilderd worden. En dat kunnen we gerestaureerd worden. En een heleboel dingen kunnen we zelf, dus daar gaan we ons mee bezighouden. Ja. Dan hebben we tot slot nog een andere vraag. Nu is vandaag 15 augustus, van de week is het horecadag. Waarom hebben jullie niet gewacht tot na de horecadag? Omdat er is altijd wel wat leuks te doen. Op een gegeven moment moet je zeggen van het is tot zover en ze moeten nou beginnen. Want we willen volgend jaar voor Boerenmaandag open zijn. Voor het seizoen. Voor het seizoen.